Ik zet me in voor de bescherming van de tijger. Want hoe krachtig ze er ook uitzien, ze zijn ook enorm kwetsbaar. Waren er aan het begin van de 20e eeuw al zo'n 100.000 tijgers in het wild, het zijn er nu nog maar zo'n 3900. In 2010, het Chinese jaar van de tijger, stelden de tijgerlanden doelen voor het behoud van dit prachtige dier. En met resultaat, we zien vooruitgang in aantallen en bescherming in Rusland, China, Bhutan, India en Nepal. Maar de tijger wordt nog steeds bedreigd. Tijgerbescherming blijft dus ontzettend belangrijk. Hoe wij de koning van de jungle beschermen? We breiden leefgebieden uit en verbinden ze door middel van corridors. We brengen tijgers terug in gebieden waar ze vroeger voorkwamen en beschermen ze tegen stroperij. En we zorgen ervoor dat mensen en tijgers veilig met elkaar kunnen samenleven.